eerst al wel op mag staan. En ik denk dat ook iedereen wel weet waar het om gaat, want daar gaat het eigenlijk alleen maar om. Ik kan een hele lange toespraak houden, iedereen weet wel waar het om gaat. Het gaat hier gewoon om een vrijheid van meningsuiting. En ik vind gewoon dat dat moet kunnen in Nederland. En eindelijk heeft de burgemeester dus nu ook gezien dat het kan en dat het mogelijk is. Dat je gewoon een Koran, wat een fascistisch boek is, dat je zegt, ik speur dat gewoon als fladder. Want een Koran heeft hier in Nederland gewoon helemaal niks te zoeken. Wanneer ik een Koran een gespladder wil scheuren, moet dat gewoon kunnen. Fascistisch boek, er wordt opgeroepen tot jodenhaat, tot homohaat. Weet ik wat er allemaal mee gebeurt en ik ruim het zo meteen wel weer op. Maar zo hoort het. Het is een vrij land en daar scheur je een Koran gewoon aan fladder. En dan kun je er ook op dansen, kan je er ook op staan. Dit is Nederland, zo hoort het. Ik ruim alles netjes op, alles. Want hij gaat dadelijk mee naar huis en daar verbrand ik hem. Mag hier helaas niet, maar dat, thuis kunnen we hem verbranden.